76 jaar en een man die zichzelf iedere keer opnieuw uitvindt. Ja. Eerst denk hij is alleen maar cowboy en dan begint hij ineens komisch films te maken. En dan is hij Dirty Harry er nog even gehaald. En dan nu dit weer, echt een fenomeen als regisseur. Prachtige film is geworden, komt vorig jaar van de andere kant uit Japan. Het verhaal nog een keer verteld, dus dat is ook heel bijzonder. Ja. Hij blijft zelf vernieuwen, kortom een man die tijdens zijn leven al een monument is. En zo is het. Er komt geen clip op de muziekzenders voorbij. Zonder blinkende tanden. Je gewicht stimpen met speciale gewichtvormtjes, beter bekend als grills, is nu ook in ons land zwaar dood. De pimps zijn er als de kippen bij, als er iets nieuws op de markt komt, waarmee ze hun rijkdom kunnen laten zien. Nou, een boeze fanatiek, hè? Dan heb je Kenge. Dan heb je Oeksamu. Wie is dat? Ja, dan heb je Dodomozi. Dodomozi. Hallo. Hallo jongen. Wat? Je kan de grill zien tot achter die zitten spelen in meer dan 20 graden, denk ik. Dan ben je meer dan een ton kwijt. He's been there half a million, you're not gonna tell you that though. Half a million on a grill, that's for real, you know? Na één gastoptreding door het red reel van Lange Frans gaat hij als spottelkakker voor de bijl. De officiële 12.500 grill van Jort. Het zag wel lachen uit, maar het was meer zeg maar lachwekkend. Hij zet het meer voor lul dan wat ik mooi vind. Aan het glimmend frontje werkt als een magneet op de vrouwtjes. Dat weet de godvader van de grill al jaren. In de discotheek lopen en dan loopt iemand voorbij en je ziet in een keer glinsteringen. Dan denk je wel van, wat is dat nou weer? Ze zijn te koop, als je het nou heel mooi vindt. Er is een bedrijf van spijkenissen die importeert ze uit Amerika. F2J Grills. Instapmodel 400 euro, maar dat heb je niks hoor. Instapmodel. Dan moet er nog inderdaad diamant op, een aantal wijn en smaragd. En dan kan je compleet oppimpen en dan heb je zo'n glittergril in je mond. En mensen worden er echt mooi van. Ja, nou ja, ik vind het niet. Je ligt niet alleen bij de tandarts met je mond open, maar binnenkort ook bij de juwelier. Dan blijven we altijd een beetje heel comfortabel ook. Deur. Dan hebben we dat weer. Hebben we nog iets proberen die even wil vertellen? Henny Huisman is vanochtend gesignaleerd als krantenjongen. En die is een kruikbegeleid over krantenjongen van miljonair. Eigenlijk had hij zijn plek gevonden, riep hij ook nog. Op Oh nee! Te midden van de bedrag is verhoogd naar 23,9 miljoen euro. Goed hè? Zo'n enorm bedrag. En de FBS gaat ze een programma maken, De Afvallers met bekende Nederlanders. En dat is heel vervelend. Zijn ze dus alle bekende Nederlanders aan het vragen of ze bij hun af willen vallen? Nou, als ze mij zouden vragen, zou ik ze echt aan de andere kant van het pand toe stappen, toch? Ja. Maar dat is allemaal geen reden nodig. Nee, dat bedoel ik. Dat moet ik zeggen. En weet je hoeveel ze bieden? 500 euro de week. Voilà. Per kilo moet je vragen. Ja, goed. Dat zou mooi zijn. Hoe heet het? Ah ouais, goed zo, Michi. Ik zit in staat nog. Ja, goed zo, Oeksamu. Je vindt je gepakt, goed zo. Oeksamu. Moet je niet laten vallen nou, hè. Je moet niet laten loslaten, hè. Ik had een staart al in perfect. Ja, maar ze pakken altijd de potjes, Oeksamu. Je moet niet de potjes pakken, hè. Hé, hey, Fredzak, je bent een Fredzak, jij. Jij, jou. Hij maakt hem dood op de grond. Ja, in de bek. Goed zo. Ik denk dat hij mat is. Oh! Niet uit, toch?
elke familie film en zien de afloop. Klopt. Zag je wat hij deed? Wat deed hij dan? Klopt. Naar 3-0-4. Klopt. In de stad. Weet je wat hij... Ook Samu doorheen, hij ging bovenop hem drukken. Ja, natuurlijk, want hij wil de krikkels kunnen opeten. Hè. Kijk, hij heeft dan de krikkel in de bek. Papa, dat is toch heel erg... Dat is Ido Domozi. Dat is toch heel erg stout. Ja, doe die weer. Kenge. Ja, tuurlijk. Want dat is... Hij probeert de krikkel goed... Zo. Kom maar, opeten. Kom maar, schiet op. Wie is die vraag? Oksamu. Kom, Oksamu, ja, maar ze... Nee, die vraag daar zo. Wacht. En die, ja, die daar. En die, aan de zijkant. Aan de zijkant, dat is in Bhutan. Oh, hij doet vraag. Ik zoek maar toen. Oksamu, die vrouw tegen in Bhutan. Ja, goed zo. Kijk, Oksamu, daar heeft de krikkels helemaal op. Goed zo, Michi. Ik zoek Sam in een vrouw tegen in Bhutan. Papa. Ja, in Bhutan, die kijk nooit. Die kunnen goed springen, hè? Zal ik liever in Bhutan even oppakken? Wat even, wie is dat? Dat is Kenge. Zal ik hem even oppakken? Nee, misschien nu kan niet. Ik het. Nee, nu niet. Niet oppakken, want ze zijn nou een beetje op te warmen en het is ook een beetje laat. Ja. Morgen gaan we die oppakken, hè? Mag ik eens? Nee, drukkie. Een worm! Een worm! Waar? Kijk eens, die komt eruit! Ah! De grootste band ooit in Nederland qua succes was Doe Maar. En die werden op de 32e, 33e, 34e werden ze pas bekend. Hallo mijn jongen. Hallo. Mooi is dat. Zo'n plaster hier. Mooi. You know, you always have to offer yourself up a little bit, and when I was talking to the vets, as hard as it is, Oksamu, slap. You got to find out if you did everything you could, and what everybody has come to the conclusion is that everybody did do everything. That is Kenge. The vrouwtje slap. Olivia was a very special kid. No, that's not Krekels. It was a enormous part of our lives. In the fun part, it was that she was sweetheart. Well, that's, to me, the one thing that is very unique about her. You can remember back and think of every instance you've ever seen Olympia, and there was never a malicious instance. Yeah. Yeah. Not a bad bone in her body. Daar is Mokenja. Het is de vijfde kleine varantje. Ik ben hem laten vallen, hè. Ik kan hem niet terugzien. En nu, ik ben benieuwd wat we krijgen. Is dat de zijzij eruit? Dat is wegwijspiet. Ja, kijk eens. Dat is wegwijspiet, hoor. Is je tongetje die eruit? Tongetje, hallo, jongen. Je bent de zesde.